Yo mensen, Jarrasque hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe gameplay hier op mijn kanaal Jarrasque Gaming. Vandaag heb ik voor jullie op de achtergrond gameplay in Ground War 9 tegen 9 team deathmatch potje op de map Ascent. Super chill achtergrond gameplay, het is Ground War. En meteen wil ik even wat zeggen over Ground War, want Ground War is natuurlijk alleen op de next gen consoles verkrijgbaar. Of verkrijgbaar is alleen op de next gen consoles te spelen. En Ground War is natuurlijk een game mode, het is 9 tegen 9. 18 man in totaal. Je speelt het team deathmatch zoals hier op de achtergrond gameplay. Je speelt kill confirm. En je speelt domination. Je kan gewoon kiezen uit zo ongeveer elke map. De super kleine mapjes die zitten er niet in. Maar deze map wel. De map Ascent. En Ascent vind ik echt een super chill map. Ik speel hier met de Ball Assault Rifle. En ik ga gewoon echt lekker. En daar draait het natuurlijk ook om. Zoals je kan zien, ik gebruik de Vulcan. Dat was een mooie hitmarker, maar niet heus. Dit pistooltje, by the way, dat is de RW1, als ik het goed heb. Of de SW1. Ik ken die naam nog niet echt uit mijn hoofd. Dan moet ik eventjes in mijn kop stampen. Is een one-shot pistooltje. Alleen, soms krijgt hij wel weer hitmarks. En je kan er bepaalde attachments opzetten, zodat je een betere range hebt. Zodat je dus verder kan schieten met dit wapentje. Maar ik vind het echt een super chill secondary. Ben je out of ammo met je primary wapen? Nu de bal in dit geval. En je pakt je secondary erbij. Dan kan je daar echt gewoon nog werk mee verrichten. En ik vind het een super chill om dat wapentje op mijn secondary te staan. Je moet er wel mee opletten. Soms krijg je gewoon hitmarks ermee. En ja, die hitmarkers, dat is iets wat natuurlijk niemand wil krijgen. Zo makkelijk is het. En soms, ja, word je gewoon eventjes genaaid dat je per ongeluk op een of andere manier een hitmarker krijgt. Dus je moet er wel heel erg goed op letten. Wat je moet proberen met dat pistooltje is, je moet gewoon proberen om op het bovenlichaam te schieten. Je moet proberen of een headshot te maken. Heel erg moeilijk, want je hebt maar één kogel de kans. Of je moet proberen gewoon in een tiet, op een borstkas, in een nek of zo te schieten. Want dan krijg je minder hitmarks natuurlijk. Als je in iemands teennagel schiet, nou, dan krijg je sowieso automatisch een hitmarker. Zo makkelijk is het. Dus zorg ervoor dat ik zo hoog mogelijk schiet met dat pistooltje. En dan kan je er echt werk mee gaan verrichten. Maar, zoals je kan zien, heb ik in deze achtergrond gameplay ook de care packs aanstaan. Uit de care packs kan je echt hele chille dingen krijgen. Dat is niet meer normaal. En wat er in Advanced Warfare ook natuurlijk aan de hand is, is je hebt scorestreaks. En die scorestreaks kan je voor jezelf aanpassen. En deze scorestreak die ik hier had, dat is een speciale scorestreak die je alleen in deze map kan krijgen. En dat is een scorestreak. Daar gaan er 4 turrets mee uit de grond. En met die turrets kan je dan kills krijgen. En dat is alleen in deze map beschikbaar. Dus dat is natuurlijk grappig. En ze killen niet zoveel, want je kan er gewoon omheen lopen. Je kan ze niet kapot maken, ze duren ongeveer 45 seconden. En dan gaan ze natuurlijk vanzelf ook wel weer weg. Maar de care packs vind ik best wel chill om te gebruiken. Want je kan dus scoresticks eruit krijgen die de computer zelf heeft gemodified. Dus je kan er een UAV uitkrijgen met een V-set ability. Je kan er een Vulcan uitkrijgen met een langere tijd ability. Met een grotere straal ability. Je kan er een speciale scorestreak uitkrijgen zoals ik net dus heb gekregen met die 4 turrets die uit de grond komen. Dus care packs in dit spel zijn echt super chill om te gebruiken. En je kan ook nog eens op je care packs verschillende abilities zetten. Je kan er zo ongeveer op zetten dat die veranderd kan worden. Dus eigenlijk Hardline Pro van andere games kan je op je care pack zetten. Kost die 100 punten extra. Je kan erop zetten dat die niet meer op de enemy minimap te verschijnen komt. En je moet dus in het spel, en dat wil ik eigenlijk zeggen, heel erg slim gaan nadenken. Want wat zet ik aan? Wat ga ik doen? Wat voor scorestreaks gebruik ik? Wat voor modifies zet ik om mijn scorestreak? En dat vind ik ook zo leuk aan dit spel. Dat je dus zoveel dingen kan gaan veranderen, et cetera, et cetera. Maar Ground War wordt hopelijk weer mijn game mode. Ik speel de laatste potjes die ik speel echt bijna alleen maar Ground War. En soms is het een beetje jammer natuurlijk dat je tegen een full party komt. Want full party in Ground War, dat is echt overpowered. Dat kan eigenlijk jijzelf niks meer eraan doen. Dan ga je gewoon dood. En ja, voor de rest, Ground War was mijn game mode. De allereerste game mode die ik speelde toen ik Call of Duty begon te spelen was Ground War. De game mode die ik als laatste heb gespeeld, net toen ik nog even Advanced Warfare heb gespeeld, was Ground War. Zo makkelijk is het. Dus ja, Ground War, ik zeg het wel vaker, is echt mijn game mode. Ik ben heel erg blij dat hij natuurlijk terug is gekomen op de Xbox One en de PlayStation 4. PlayStation 3 en Xbox 360, die hebben hem niet. Dus dat is natuurlijk wel jammer. En ja, ik ben er gewoon blij mee. Super chille game mode. Lekker druk natuurlijk. Overal lopen enemies. Overal kan je kills krijgen. De kill feed die staat nooit stil. En dat is de beste verklaring om Advanced Warfare uit te leggen. De kill feed staat nooit stil. Dat wil jij hebben in een Call of Duty game. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van dit achteraf filmpje. Als je natuurlijk hebt genoten, 23-4 is mijn score. Geef me dan alsjeblieft een duimpje omhoog. En tot de volgende
keer maar weer. Bye bye mensen.